Buonasera, een goede avond. Welkom terug in Roemenië. We gaan vanavond Muntele Roșu op. En hopelijk iets van een mooie zonsondergang. Ik weet het niet. Maar dit is niet de enige dag vandaag. Er is nog een morgenochtend. Want het is gelukt om een auto te kopen, te regelen. Maar daar later meer over. Laten we eerst naar boven gaan. Kijken wat voor moois we kunnen vinden vandaag. Kom maar. Daar komen we vandaan, naar beneden. Zo, tijd voor rustpuntje nummer 1. Even een slokje water, man. Dat is een flinke klim. Oppassen dat ik nou niet kou vat. Dus ik ben behoorlijk bezweet. Zo mooi, de parkeerplaats waar ik vandaan kom, is het idee om daar vannacht te kamperen. En toen ik aankwam was het super druk. Ik had een mooie shot willen maken dat ik aankwam gereden en zo. Maar het was te druk. Maar nu begint het goed rustig te worden. Het is nog een uurtje of zo tot zonsondergang. Iets langer, anderhalf misschien. Dus mensen beginnen naar huis te trekken. Wat alleen maar beter is voor mij. Maar we gaan eerst nog een stuk verder. Ik geloof dat dat ding daar zo Muntele Roșu is. Ik weet niet of dat we helemaal de top gaan halen, eerlijk gezegd. Maar we gaan het wel zien. Ik heb geen druk. Ik was niet eens echt de bedoeling om dit te klimmen, maar ik heb wat duur over. Dus waarom niet, hè? Ik ga het gewoon proberen. Kijken wat we kunnen vinden. Het is wel heel erg heilig. Overal heel erg blauw in de lucht. Dus een foto op afstand maken. Ziet er nooit echt geweldig uit. Het is een beetje hetzelfde als met die mist waar ik het een paar weken geleden over had. Dat voor het oog het wel meevalt hoe mistig het is, maar op de foto het al heel snel heel mistig wordt. Dus oké, nou ja, genoeg gebrabbeld. Ik zal je nog even de berg laten zien. Dat heb ik al laten zien inmiddels, maar ik moet nog even filmen. En dan gaan we verder. Heerlijk, heerlijk. Zoals je misschien wel merkt, ben ik eigenlijk helemaal niet bezig met fotograferen op het moment. Eigenlijk gewoon even lekker een stukje aan het wandelen. Eigenlijk heb ik een beetje die rust gevonden die vorige week bij de waterval zocht. Ik kon het toen maar niet vinden, ik was te druk nog bezig. En nu, weet je, het is toch behoorlijk heilig. Foto's van de berg in de verte worden toch niet heel erg spannend. Dit stuk is ook niet boeiend. Dat is prima, ik ben gewoon lekker. Even een stukje aan het wandelen. Het is niet zo warm hier zo. Is prima. Laten we lekker een stukje verder gaan. Als ik nog een foto heb, neem ik jullie mee natuurlijk erin. Maar voorlopig, lekker wandelen. Weet je wat? Dat is ook wel prima. Als ik niet zoveel fotografeer. Landschapsfotografie is voor mij een manier om naar buiten te gaan, een reden om naar buiten te gaan. Het gaat niet altijd om die mooiste foto, het gaat om de ervaring om er buiten te zijn. En ik ben dat een beetje kwijtgeraakt de afgelopen tijd. Het ging iets te veel om de foto vinden en te veel druk daardoor. En als ik dat los kan laten zoals vandaag, kan ik veel beter genieten van het lekker buiten zijn. Dat is het prachtige aan landschapsfotografie. Het geeft me een reden om buiten te zijn, om dit soort dingen te doen. Als ik geen fotograaf zou zijn, had ik nu aan een bar gezeten en had ik bier zitten drinken. Maar nu ben ik gewoon buiten in de natuur, wat is er mooier. En dat moet ik niet vergeten. Oftewel, genieten. En als ik een foto maak, maak ik een foto. Als ik geen foto maak, ben ik lekker buiten. En is het ook prima. Laten we verder gaan. Het is nog een klein stuk verder omhoog. Best wel een flinke stuk verder omhoog.
En we zien wel, misschien is er een foto. Misschien hebben we lekker een stuk gewandeld. Laten we gaan kijken. Oké. Lekker handig, neergezet zo tegen de zon in kijkend. Maar goed, op de camera, op de videocamera, ziet dit er geweldig uit. Ik ben benieuwd of dat het ook doet met de normale camera. We zitten nog steeds met die wazigheid, maar ik denk dat als we het misschien op 70 mm, dat misschien wel werkt. Ik wil het lenskapje eraf halen natuurlijk. Eens kijken. Ja. Geen idee. Het ziet er heel erg mistig uit. Of heilig. Weet je, we gaan er gewoon een foto van maken. En misschien is het wel wat. Het is het toch heerlijk om geen enkele haast te hebben. Ik moet op een gegeven moment alweer beneden zijn. Voordat het te donker wordt. Maar voor nu... relaxed. Oké, zo met die graduele filter erop wordt het misschien nog wel wat. Het is wel echt heel erg heilig in de verte, maar het is ook wel weer mooi. Het geeft wel weer die diepte aan die, ja, het zijn allemaal riggels. Hoe noem je dat eigenlijk bij bergen? Het zijn allemaal riggels, randen. Nou ja, bergen. En door de mist zie je de echte diepte erin. En er hangt een wolk die net schaduw geeft. Nou, best wel aardig, maar ik ben wel bang dat je de achtergrond gewoon niet zo heel veel gaat zien. En met, je hebt natuurlijk de dehaze tool in Lightroom. Maar dat maakt de foto's, vind ik, vaak alleen maar lelijker in dit geval. En dat wil ik natuurlijk ook maar niet. Maar we gaan hem gewoon maar nemen. Ik heb de graduele filter erop zetten, medium edge. Graduele filter erop zitten, medium edge filter. Omdat de lucht natuurlijk gewoon heel helder is nu. En ja, daardoor komen ook die riggels, bergjes, er wat beter uit. Eens kijken, focus op oneindig. Ja, ik denk dat dat het wel is. Ik heb net een beetje een rand van wat bomen hier in de voorgrond. Dat je ook daar weer een beetje die diepte erin krijgt. Ik hoop dat het werkt. Ik heb geprobeerd om de boompjes in de voorgrond er op een goede manier op te krijgen. En dan laten we het maar proberen. 1/25ste van een seconde. F11 zou moeten voldoen. Ik zit er net een paar dingetjes niet helemaal goed. Klein beetje hoger, dat zou misschien kunnen werken. Ja, dat zal wel beter. Even kijken. Even mijn compositie weer goed maken. Zo, er zaten net een paar boompjes. Die raakten de richel, de bergen erachter. Waardoor ik dat net even wat rommelig vond. En nu staan ze net iets beter los ervan. Wat net iets beter uitkomt. Gaat de 1/25ste. Is die niet overbelicht? Zitten we op het randje, denk ik. Voor zekerheid maken we nog even eentje donkerder. 1/30ste zou goed moeten gaan. Oké, nou, cool. Ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Komt-ie. Boven de onofficiële top van Monte Le Rochu. En zoals zo vaak is de top niet het interessantste gedeelte. Dus hier waar ik niet zoveel te fotograferen onder zo'n rollende heuvels. Dus gaan we weer op zoek naar een goede locatie. Tsukas is trouwens hier weer in beeld. Ik weet niet wie de vlog van Tsukas heeft gezien. Maar ik kan zien waar ik heb geslapen toen en de bergen die we hebben gefotografeerd toen. En de zon gaat er achter onder. Dus misschien wordt dat nog wel een mooi shot van Tsukas vanavond. Nog een kwartiertje, denk ik of zo. Nu is het licht nog gewoon verschrikkelijk. Het is, zoals je misschien wel ziet, heel gele, heel blauwig, sorry. Heel futloos. De condities zijn gewoon niet zo best. Maar misschien als die zon onder is, alhoewel er wel echt een flinke wolkenbank hangt. Dus ik verwacht niet dat het heel veel gaat voorstellen. Maar goed, we gaan even chillen. Even wat eten en wat drinken. En wie weet, gaan we nog een foto maken. Oké, het is tijd voor een nieuwe compositie.
En ik heb in dit geval even mijn belichting heel erg licht gezien, gemaakt, zodat je een beetje ziet wat er gebeurt. Dus ik heb in dit geval ook weer verschillende lagen. Het is nog steeds erg heilig, maar ik vind het op zich nog steeds wel aardig. Dus we beginnen onderin met een laag, dan hebben we een flinke bult, dan wat in de verte. En als ik hem wat donkerder maak, zie je dat er nog meer lagen van bergen in de achtergrond zijn. Klein beetje lucht erbij. Dus ik gebruik ook weer mijn graduele filter om te zorgen dat dat wat donkerder wordt. Dan nog is het best een lastige belichting. Zet even het histogram aan. Daar is die. En zoals je ziet is die vooral overbelicht en niet onderbelicht. Dus we gaan hem wat donkerder maken. Zo ongeveer. Nu is er heel veel data, vooral aan de linkerkant. Wat op zich prima is, zolang die maar niet onderbelicht is. In dit geval, en hij is ook niet overbelicht. Zo zit hij, is de belichting heel netjes. Zit op 1/125ste van de seconde met f11 op ISO 100. Nou, hij is goed gefocust. Dus daar gaan we. Even checken hier zo. Nou, ziet er goed uit qua belichting. Dus dat is heel mooi. En dit, nou ja, dat moet hem dan worden. De wind komt van de verkeerde kant. Maar het mooie licht is gekomen. Toch nog lekker even een klein beetje kleur in die wolken. Dus ik ga die vorige foto die ik net heb gemaakt nog een keer maken. Alleen nu met net even iets meer kleur in de lucht. Waardoor die net even iets mooier zou moeten zijn hopelijk. En daarna gaan we gauw even Tjukas fotograferen. En dan gaan we naar beneden. We moeten nog best een ende beneden. En het begint al donker te worden. Hopen dat ik dit keer niet op mijn plaat ga. Oké, daarbij laat ik het voor vandaag. Tjukas wordt hem niet echt. De compositie wordt niet zo super mooi. Met het tegenlicht is gewoon niet echt goed te doen. Dus prima, dan maken we die foto gewoon niet. Als er geen goede foto is, ga ik me er ook niet druk om maken. Het is alleen maar extra edit werken waar ik helemaal geen behoefte aan heb. Dus mooi geweest voor vandaag. Tijd om naar beneden te gaan. Het autootje klaar te maken. En hopelijk een goede nacht te hebben. En morgenochtend gaan we, als het goed is, weer verder met de zonsopkomst. Geen idee of dat er wat is. Als deze wolkenbanken doortrekken, wordt het helemaal niks. Maar we gaan het gewoon proberen. We gaan het wel zien. Dus als het lukt, als het goed is morgenochtend, zie ik jullie dan. En anders zie ik jullie volgende week.